Een meisje van 19 jaar dat spoorloos verdwijnt in het eerste weekend van haar leven dat ze alleen thuis is. In een dorpje van een paar honderd inwoners waar nooit iets gebeurt. Als 23 jaar later haar ouders nog steeds niet weten wat haar lot is, tartert je werkelijkheidsbesef. En moet er iets gebeuren? Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt. En vanavond in deze zaak ook iets laat gebeuren. In een extra lange uitzending doen we een ultieme poging om licht te brengen in een van de meest geruchtmakende verdwijningen ooit. Germa van den Boom moet na 23 jaar thuisgebracht worden bij haar ouders in het Brabantse Nieuwedijk. Dat zij slachtoffer is geworden van een misdrijf en niet meer leeft, dat staat voor iedereen wel vast. Maar wat er met haar precies is gebeurd en waar haar lichaam is gebleven, dat is een groot mysterie. Met uw hulp willen we dit vanavond oplossen. En om die reden hebben we voorafgaand aan onze uitzending bij ruim 8000 huishoudens in de omgeving van Nieuwedijk een brief van mij laten bezorgen. Met de oproep vanavond te kijken, want het spoor begint natuurlijk bij haar ouderlijke woning in de Dwarssteeg in Nieuwedijk. Op de avond dat in de zomer van 1984 de Olympische Spelen begonnen. En het kan niet anders of mensen moeten iets gezien hebben, iets weten of iets zijn opgevallen. Kijk en laat uw geweten spreken als u altijd heeft gezwegen. Afgelopen zomer zou ze 42 jaar zijn geworden. Maar Germa verdween in 1984 van de aardbodem zonder een spoor achter te laten. In gedachten is ze daarom altijd dit 19-jarige meisje gebleven. We zijn nu bijna 8 weken verder en helaas is het politieonderzoek in die zaak vrijwel vastgelopen. Het is september 84. 2 maanden na haar verdwijning als het programma Opsporing Verzocht een poging doet om meer te weten te komen over haar lot. Maar tevergeefs. De verdwijning van Germa van den Boom blijft een raadsel. Was in het betrokken weekend van 28 juli voor de eerste keer in haar leven alleen thuis. Voor familie en de politie staat vast dat ze om het leven is gebracht. En 23 jaar na dato is voor haar ouders nog slechts 1 ding van belang. Het vinden van het stoffelijk overschot, het thuisbrengen van Germa. Duizenden uren zijn er gestoken in het onderzoek om Germa te vinden. De omvang van het dossier beslaat enkele meters papierwerk. Tientallen ordners met verhoren, bevindingen, analyses en sporen. En dat enorme dossier wordt hier binnen in dit politiebureau in het landelijke Nieuwedijk bewaard. Hier in deze kamer, in deze kast om precies te zijn, worden de tientallen ordners en dossiers van de zaak van Germa van den Boom bewaard. En u ziet wel dat dat allemaal stamt uit de tijd dat er nog geen computers waren. Het is een intrigerende zaak die mij al vanaf het begin bezighoudt. Het is inmiddels ook een historische zaak waarover in de loop der jaren al veel is gepubliceerd. Toen Germa zo'n 6 jaar verdwenen was, was ik hoofdredacteur van het weekblad Actueel en heb in die tijd dit omslagartikel laten maken. Het was toen al een moeilijke zaak, maar er was nog wel reële hoop dat het mysterie kon worden opgelost. Maar nu, 20 jaar na dato, is die hoop bij iedereen vervlogen. Toch wil ik een ultieme poging doen om de verdwijning op te helderen. Zodat de ouders van Germa eindelijk weten wat er met hun dochter is gebeurd.
aan de mysterieuze verdwijning van Germa van den Boom ligt hoogstwaarschijnlijk besloten binnen de grenzen van dit kleine dorpje Nieuwendijk, hier onder mij, dat valt onder de gemeente Werkendam. Er moeten hier mensen zijn die iets weten. Mensen die iets hebben gehoord of gezien over wat er die fatale nacht in de zomer van 1984 is gebeurd. Mensen die tot nu toe hebben gezwegen. Het is een stralende maandag in juli 1984 in het rustieke Nieuwendijk, een streng gereformeerde gemeente in het Brabantse land van Heusden en Altena. De streek ligt ingeklemd tussen de Biesbos en de Bommelerwaard. De landelijke stilte wordt doorbroken als een auto met hoge snelheid het dorp inrijdt. In de wagen zit de uiterst bezorgde familie van den Boom. Het gezin keert hals over kop terug van een lang weekend in Hengelo. Al 2 dagen hebben ze niet van hun jongste dochter gehoord, die dit weekend voor het eerst in haar leven alleen thuis bleef. En dat is verontrustend. Germa is net voor de eerste keer tante geworden. Haar zus is bevallen van een dochtertje. Toch heeft nog haar zus, nog de rest van de familie iets van haar vernomen. De sleutel van de achterdeur, die normaal op een vaste plek in de schuur hangt, is verdwenen, maar de deur zelf zit wel op slot. Als de ouders van Germa over de drempel stappen, treffen zij een opgeruimd en leeg huis. Het bed van Germa is onbeslapen. Haar nachtjapon hangt over een wasmand. En in de badkamer ligt een stuk zeep op de vloer. Op het eerste gezicht geen tekenen dat er zich een dramatisch scenario heeft afgespeeld. Maar schijn bedriegt. Bij nadere inspectie valt het de familie op dat de keukentafel is verschoven. Strepen op het keukenzeil verraden dat daar hardhandig met een zwaar voorwerp overheen is geschoven. Moeder van den Boom mist het kleedje dat normaal op de keukentafel ligt en een pannenlap. Ook de witte vaas die op tafel stond is verdwenen. Het zijn sporen die de familie er niet geruster op maken. Als de inmiddels gealarmeerde politie bij het gezin langsgaat, probeert hij de ouders in eerste instantie gerust te stellen. Pubers zijn wel eens meer een weekendje weg en komen uiteindelijk meestal weer boven water. Ook als vader van den Boom wijst op enkele donkerrode vlekken die hij heeft aangetroffen op de kokosmat en buiten op de tuintegels, gaan er nog geen alarmbellen rinkelen. Wat onhandig schaapt de dienstdoende politieman met zijn autosleutel over de vlek om vervolgens te concluderen dat het hier zeker niet gaat om bloed. Germa zal heus wel weer opdagen, voorspelt hij. Maar niets is minder waar. Precies 1 week na de verdwijning van Germa van den Boom gaat de politie alsnog over tot actie. Technisch rechercheurs worden ingezet en het huis van de dwarssteeg wordt van onder tot boven uitgekampt op sporen. De sporen die dan worden gevonden tonen al snel een volstrekt ander beeld dan het scenario van de weggelopen puber. Want op meer plekken in het huis blijkt bloed te zitten. De leuning van de trap lijkt ogenschijnlijk schoon. Maar langs de onderkant loopt een dun uitgelopen bloedspoor. Iemand heeft de leuning met een natte doek schoongemaakt, maar is daarna vergeten de onderkant af te nemen, waardoor bloed vermengd met water is blijven druppen en uiteindelijk is opgedroogd. En op een knop van het onbeslapen bed van Germa vinden de technisch rechercheurs een kleine rode veeg waarvan later in het laboratorium vast komt te staan dat het bloed is.
Ook van de vlekken die eerder werden gevonden op de kokosmat wordt vastgesteld dat het om bloed gaat. Bloedgroep O, dezelfde bloedgroep als Germa. In die tijd is het nog niet mogelijk om met luminol oude schoongeveegde bloedsporen te ontdekken, laat staan om DNA-vergelijkingen te maken. Technisch onderzoek beperkt zich dan nog tot het veiligstellen van zichtbare sporen. Op de keukendeur en op de poten van enkele keukenstoelen vinden de technisch rechercheurs kleine bloedspatjes. Duidelijk is dat er zich in het huis een mysterieuze en gewelddadige gebeurtenis heeft afgespeeld die Germa hoogstwaarschijnlijk fataal is geworden. Maar de vraag is wat en natuurlijk wie? Ogenschijnlijk zijn er weinig concrete sporen. Maar wie kijkt door de ogen van een rechercheur, een specialist die gewend is om sporen met elkaar in verband te brengen en te interpreteren, krijgt toch een verhaal. In recherchetermen noemt men dit profilen, een Engelse term voor het in kaart brengen van wat er mogelijk is gebeurd en wat voor soort dader erbij betrokken zou kunnen zijn. Aan de hand van de sporen wordt het de recherche duidelijk dat in de keuken een worsteling heeft plaatsgevonden, maar dat de dader heeft geprobeerd dat te verdoezelen door alles weer netjes op zijn plaats terug te zetten. De krassen op de vloer, de omgevallen soepkommen en het kapotte klepje van de wasmachine wijzen niettemin stuk voor stuk op een schermutseling. En al eerder ontdekte de familie bij thuiskomst dat de keukentafel anders stond. Tegen de muur, terwijl die daar normaal los van stond. De dader vond het kennelijk van belang om alles in het huis weer op orde te brengen. Er is schoongemaakt en de keukenstoelen, die hardhandig zijn verschoven en zo de krassen op het keukenzeil hebben veroorzaakt, zijn weer op hun plek gezet. Dat betekent dat het om iemand gaat die precies wist hoe het huis eruit zag en hoe alles stond. Het grondige schoonmaken wijst er ook op dat de dader niet bang was dat er onverwacht iemand thuis zou komen. Waarschijnlijk wist hij dan ook dat Germa dat weekend alleen thuis was. De recherche gaat ervan uit dat Germa op dat moment geen bedreiging meer was. Anders had hij nooit zo rustig en uitgebreid kunnen schoonmaken. Mogelijk was hij dus toen al bewusteloos of overleden. En er is meer. Een tas van Germa is verdwenen. En verder is er kleding weg. Twee slipjes en een broek. Alsof zij er vrijwillig vandoor is gegaan. En ook dat is interessant, want samen met de andere aangetroffen sporen duidt ook dit erop dat de dader een bekende moet zijn. Iemand die erop uit is om ontdekking van het misdrijf zo lang mogelijk uit te stellen. Een toevallige dader heeft er absoluut geen belang bij. Die zou er zonder opruimen, schoonmaken en met achterlaten van het lichaam van Germa zo vandoor zijn gegaan. Die neemt zeker geen vaas, tafelkleedje of pannenlap mee. Maar iemand die dichterbij staat wil natuurlijk zo lang mogelijk buiten beeld blijven, door de ontdekking zo lang mogelijk te rekken. En dat is in dit geval goed gelukt. Het nieuws over de verdwijning van Germa gaat als een lopend vuurtje door het dorp en zorgt voor beroering in de kleine christelijke gemeenschap. De 19-jarige scholieren is een bekend gezicht. Ze komt uit een streng gereformeerd gezin
Net in het jaar voor haar verdwijning probeerde zij zich wat meer los te maken van het ouderlijk gezag. In haar laatste jaar aan het Atheneum ondergaat Germa een metamorfose. Ze gaat zich steeds vlotter kleden en laat een voor die tijd vlot permanentje zetten. Zo verandert ze van een enigszins timide dorpsmeisje in een ontluikende jonge vrouw. Nou, ze veranderde voornamelijk doordat ze de bril niet meer gebruikte. Ze had echt een grote bril, dus dat viel nogal op. En ze heeft haar haar laten knippen en laten permanenten. Daardoor kreeg ze gewoon een heel ander uiterlijk. En voelde ze zich veel happier. Kreeg steeds veel meer zelfvertrouwen. Was daardoor denk ik ook spontaner. Kreeg een vriendje in die tijd. Dus wat dat betreft heeft dat veel goeds voor haar gedaan. Steeds vaker gaat ze in het weekend met vriendinnen stappen in het nabijgelegen Gorkum. Verder staat ze als stevige, stoere meid haar mannetje bij de plaatselijke kickboxclub. En sinds 3 maanden heeft ze vaste verkering met de 2 jaar oudere Marco. Ze ziet de toekomst rooskleurig tegemoet en droomt ervan om later medicijnen te studeren. Deze zomer werkt ze in een winkeltje annex VVV-kantoor in het nabijgelegen Woudrichem. En er staan nog 2 weken vakantiewerk gepland in een bejaardencentrum. Maar zover komt het niet. Net in de week dat ze moet beginnen, verdwijnt ze spoorloos. Het rechercheonderzoek richt zich op Germa's directe omgeving. Het ouderlijk huis van Germa aan de Dwarssteeg staat aan de buitenkant van het dorp. Wegen, omwonenden en routes naar het huis van Germa worden in kaart gebracht. De Dwarssteeg is een afgelegen en overzichtelijk straatje in het buurtschap De Kille. De huizen zijn alleen bereikbaar via de straatkant. Het is een weg waar je eigenlijk alleen maar doorheen komt als je er iets te zoeken hebt. Het huis van de familie van den Boom aan de Dwarssteeg nummer 7 is een 2-onder-1 kapwoning. Een slecht geïsoleerd en vrij gehoorig huis. Met deze directe buren van de onder-1 kapwoning heeft de familie van den Boom een moeizame verstandhouding. Zo'n 20 meter verderop wonen de andere buren, waaronder een buurjongen die Germa in het weekend van de verdwijning 's avonds thuis heeft afgezet. Nieuwendijk is een dorp waar niet veel gebeurt. En zeker geen zedendelicten of gewelddadige verdwijningen. Opvallend is dat niemand van de omwonenden die bewuste nacht een auto bij het huis in de Dwarssteeg heeft gezien of gehoord. Terwijl het lichaam van Germa toch is verdwenen. De vraag die rijst is, hoe is Germa dan vervoerd? In de hoop op aanwijzingen doet de recherche buurtonderzoek in het dorp en brengt uitvoerig in kaart wat Germa dat weekend heeft gedaan. Zo ontstaat een nauwkeurig beeld van al haar contacten en activiteiten. Die vrijdagavond, nadat haar ouders naar Hengelo zijn vertrokken, is Germa gewoon thuis. De buurvrouw van de 2-onder-1 kapwoning slaapt naast de kamer van Germa en hoort, als ze om even na 11 uur naar bed gaat, dat Germa nog een plaatje draait. Daarna wordt het stil. De volgende ochtend ziet diezelfde buurvrouw hoe Germa rond 8:30 op haar fiets stapt en er vandoor gaat. Het is haar laatste werkdag in het winkeltje in Woudrichem. Het is ook de dag dat ze te horen krijgt dat ze tante is geworden. Zus Connie is bevallen van haar eerste kindje. Germa fietst die zaterdagavond, na haar vakantiewerk, rond 7:30 naar haar oom Arie om hem het heugelijke nieuws te vertellen. Oom Arie heeft jarenlang bij de familie in huis gewoond en heeft inmiddels een ander huis in het dorp. Hij is altijd nauw betrokken geweest bij alle ontwikkelingen binnen het gezin en heeft Germa zien opgroeien van een klein meisje tot de sportieve jonge vrouw die ze vandaag is.
Het bezoek aan haar oom is kort. Even na zevenen ziet de buurvrouw haar weer thuiskomen. Enkele uren later stopt voor de deur een auto. Wederom gadegeslagen door de buurvrouw, stapt Germa bij haar vriendinnen in voor een avondje stappen in Gorinchem. Marco, Germa's vriendje, is dat weekend niet van de partij. Hij is met zijn ouders in Zeeland op de camping. Die avond in de discotheek vertelt ze haar vriendinnen een verhaal dat na de verdwijning een extra dimensie krijgt. Eerder die week waarschijnlijk, toen ze alleen thuis was, heeft ze iemand achter de tuin of door de tuin zien lopen. Exact weet ik het niet meer. De hond van de buren is daarbij aangeslagen en dat vond ze gewoon best wel eng. En op de avond dat we uitgingen, heb ik ook tegen haar gezegd van, joh, als je het niet prettig vindt om alleen thuis te blijven, kom dan bij mij logeren. Maar dat aanbod heeft ze niet aangenomen. Het is een verhaal waar de meiden op dat moment nog niet veel aandacht aan besteden. Wel reageren de vriendinnen bezorgd en boos als Germa vertelt over een aparte ontmoeting met een klant in het winkeltje van haar vakantiebaantje. We hebben er een beetje op de kop gegeven, omdat ze nogal open was geweest naar iemand die in het winkeltje geweest is, waar ze op dat moment vakantiewerk deed. En ze is dus, ze had die man van alles over zichzelf verteld. En ook waar ze woonde en dergelijke. En dat vonden wij nogal een stomme zet. De avond verloopt zoals gewoonlijk. Rond een uur of half twee houdt Germa het voor gezien. Ze kan een lift naar huis krijgen van haar 20-jarige buurjongen Marinus, die deze avond ook uit is. Marinus woont in dezelfde straat als Germa. Normaal gaan ze niet veel met elkaar om, maar hij vindt het geen probleem dat Germa met hem mee naar huis rijdt. Onderweg babbelen ze over onschuldige dingen zoals de geboorte van de baby, verklaart hij later. Het is 14:15 als hij Germa voor de deur afzet. Hij ziet nog hoe ze de oprit afloopt. Daarna rijdt hij door naar zijn eigen huis, 20 meter verderop. Het is het laatste moment dat Germa levend wordt gezien. Wat is er gebeurd vanaf het moment dat Germa voor de deur wordt afgezet tot het ogenblik dat haar ouders thuiskomen en de sporen van een schermutseling ontdekken? Dat is de grote vraag. In de verschillende rechercheonderzoeken die zijn vastgelegd in het inmiddels metersdikke dossier komen telkens dezelfde namen terug. Namen van mensen uit Germa's naaste omgeving of net iets daarbuiten. Mensen die mogelijk de sleutel vormen tot de oplossing van het verdwijningsmysterie. Er zijn wel sporen van geweld, maar in het huis zijn verder geen sporen van braak. Daarom sluit de recherche niet uit dat Germa haar belager zelf heeft binnengelaten. Waarschijnlijk omdat ze hem kende. De aangetroffen sporen en de zogenoemde modus operandi wezen al eerder op een dader die zich in de naaste omgeving van Germa bevindt. Een dorpsbewoner. Bij de recherche ontstaat langzaam een lijstje met betrokkenen. Mensen die die nacht de gelegenheid hebben gehad om bij Germa langs te gaan. Zoals de directe buren van de twee onder één kapwoning. Vader, moeder en zoon Kees. Een familie die doorgaans alles opmerkt wat er bij het gezin van den Boom gebeurt. Die door de slecht geïsoleerde twee onder één kapwoning regelmatig kampt met geluidsoverlast, maar uitgerekend in deze cruciale nacht niets heeft gehoord, terwijl er waarschijnlijk een worsteling heeft plaatsgevonden. Op de avond van Germa's verdwijning was het hele gezin thuis. Had buurjongen Kees van 25 wellicht een oogje op de ontluikende Germa? En heeft hij haar die avond verrast met een bezoekje dat vervolgens is geëscaleerd? Zo filosofeert de recherche. En dan zijn er nog de buren aan de andere kant, 20 meter verderop.
Het gezin waar ook Marinus onderdeel van uitmaakt. De buurjongen die Germa die avond naar huis bracht en die dus heel goed wist dat zij alleen thuis was. Marinus, nog zijn ouders, hebben die nacht iets gehoord. Terwijl het slaapkamerraam met uitzicht op het huis van de familie van den Boom die warme zomernacht open stond. Klopt het verhaal van Marinus wel dat hij Germa voor het laatst heeft gezien toen hij haar voor het huis heeft afgezet? Ook oom Arie komt op de lijst. Hoewel hij regelmatig bij de familie over de vloer kwam, is hij dat weekend opmerkelijk genoeg geen moment polshoogte gaan nemen toen Germa niets meer liet horen. Hij is die zondag wel een paar keer langs het huis gereden, maar is niet gestopt om binnen te kijken. Wilde hij met zijn ritjes door de dwarsteeg kijken of er iets bij het huis gebeurde en of de verdwijning van Germa inmiddels was ontdekt. Marco, het toenmalige vriendje van Germa, moet in de ogen van de recherche ook onder de loep worden genomen. De verkering was nog pril. De twee waren nog niet veel bij elkaar geweest en hadden nog geen seks met elkaar gehad. De dan 21-jarige Marco verblijft die nacht weliswaar bij zijn ouders op een camping in Zeeland, waar hij in de kantine werkt. Maar het is van daaruit 's nachts slechts anderhalf uur rijden naar Nieuwendijk, zo berekende recherche. Zag Marco zijn kans schoon omdat Germa dat weekend voor het eerst alleen thuis was? En is de situatie wellicht uit de hand gelopen toen bleek dat zij daar niet van was gediend? Het zijn mogelijkheden waar de recherche rekening mee houdt. Stuk voor stuk wisten deze betrokkenen dat Germa dat weekend alleen was. Ook waren zij op de hoogte hoe het meubilair in het huis stond. En voor allemaal geldt dat ze er belang bij zouden hebben om ontdekking van het misdrijf zo lang mogelijk uit te stellen, zodat hun eigen doen en laten op dat moment niet of moeilijk aan de verdwijning gelinkt kan worden. En dan zijn er nog de verhalen die Germa haar vriendinnen heeft verteld over de klant aan wie ze zo openhartig vertelde dat ze dit weekend alleen thuis was. En over de geheimzinnige persoon die stilletjes rond het huis scharrelde. Met name dat laatste verhaal lijkt te kunnen kloppen. Want ook de buurvrouw van de 201 kapwoning verklaart tegenover de politie dat ze eerder die week al een louche figuur in de straat zag. Een man die verdween in de tuin bij de familie van den Boom. Het is een opmerkelijk verhaal waar de recherche wel tijd in steekt, maar geen uitsluitsel over krijgt. De insluiper wordt nooit gevonden. Wel achterhaalt de recherche de klant van het winkeltje in Woudrichem. Het blijkt een vertegenwoordiger, maar nader onderzoek levert geen enkele aanwijzing op voor zijn betrokkenheid bij de verdwijning. Was het een lustmoord door een onbekende of een uit de hand gelopen flirt van een bekende? Het motief voor de mysterieuze verdwijning van Germa en de daaraan voorafgaande schermutseling in de woning is het op de dag van vandaag een raadsel. Nieuwendijk is een klein dorp. De kans dat een vreemde helemaal hier naartoe zou komen om uitgerekend in het huis aan de Stille Dwarsteeg een misdrijf te plegen is vrijwel uit te sluiten. Het moet dus een bekende zijn geweest. Iemand die die nacht doelbewust bij Germa langs is gegaan. Waarschijnlijk in de wetenschap dat ze alleen zou zijn. Iemand die ook de omgeving goed kent. Omdat in het huis niets is verdwenen en Germa geen directe vijanden had, zijn roof en wraak als motief redelijk uit te sluiten. Seks blijft over als meest voor de hand liggend motief. Verschillende rechercheteams hebben zich de afgelopen 20 jaar het hoofd gebroken over wat er zich die nacht in de woning aan de Dwarsteeg moet hebben afgespeeld, zonder daar echt een vinger achter te krijgen. Maar men heeft in de loop der jaren wel een aantal theorieën ontwikkeld over wat er gebeurd zou kunnen zijn. Die lijken dicht bij de waarheid te liggen. Het probleem is alleen dat men steeds net dat laatste puzzelstukje niet kan aanleggen. Germa verdwijnt in de nacht van 28 op 29 juli... als aan de andere kant van de wereld in Los Angeles de opening van de Olympische Spelen wordt gehouden. Een evenement dat live te volgen is op de televisie en een markeringspunt vormt in het onderzoek.
In het doorgaans zo stille buurtschap fietsen twee meisjes die nacht naar huis. Bij wijze van spelletje tellen ze wie van de bewoners die nacht naar de Olympische Spelen kijkt. Het valt hen daarom op dat er op dat tijdstip, rond 2:50, bij de familie van den Boom nog licht brandt. Een andere buurtbewoner loopt om 2:30 die nacht langs de dwarssteeg en ziet dat het donker is. Dat zou kunnen betekenen dat Germa tussen 2:15, tijdstip dat de buurjonge Marines haar afzet, en 2:30, als de buurtbewoner ziet dat er geen licht brandt, iets moet zijn overkomen. Dat er pas de volgende dag iets is gebeurd, is minder aannemelijk. Het bed van Germa was immers niet beslapen, maar opgemaakt op een manier zoals Germa dat zelf altijd doet. De recherche concentreert zich daarom op de personen die in dit tijdsbestek de gelegenheid hebben gehad om Germa iets aan te doen. En zo ontstaan enkele mogelijke scenario's over wat er die nacht kan zijn gebeurd. Kort nadat Germa thuiskomt, staat haar vriendje Marco plots voor de deur. Hij weet dat Germa dat weekend voor het eerst alleen is en ziet zijn kans schoon om seks met haar te hebben zonder te worden gestoord. Maar Germa is hier niet van gediend. De situatie escaleert onverwacht, met dodelijke afloop. Marco probeert het misdrijf te maskeren door op te ruimen en het lichaam van Germa te verbergen. In de ogen van de recherche zou deze theorie kunnen, omdat zijn alibi niet helemaal waterdicht is. Hij werkt in het weekend van de verdwijning in de kantine van de camping in Zeeland, waar zijn ouders een staakcaravan hebben. Tot diep in de nacht staat hij die zaterdag achter de bar. Even na 3:30 loopt hij naar zijn tent om te gaan slapen. Voordat hij naar bed gaat, zegt hij nog even zijn moeder weltrusten die in de caravan slaapt. En vervolgens kruipt hij in zijn eigen tentje. De volgende ochtend rond 10:00 brengt zijn moeder hem ontbijt op bed. Zo luiden de verklaringen. Maar er is een getuige die verklaart dat ze Marco 's morgens vroeg in zijn auto de camping op heeft zien rijden. Mede hierop is de verdenking tegen hem gebaseerd. In het alibi van Germa's vriendje Marco zit een ruimte van een paar uur. In theorie heeft hij net genoeg tijd gehad om na zijn werk in de kantine naar Nieuwendijk te rijden om stiekem, en zonder dat zij dat van tevoren wist, Germa te ontmoeten. Hij zou in die theorie ook voldoende tijd hebben gehad om schoon te maken en zich te ontdoen van het lichaam. Maar het is een veronderstelling waar veel op af te dingen valt. Hij moet het lichaam van Germa naar zijn auto hebben gesleept om haar te vervoeren. Maar in de auto werden geen sporen van haar gevonden. En niemand heeft zijn gele Toyota die nacht in de buurt van de dwarssteeg gezien.
Bovendien staat vast dat Marco die nacht tot 3:30 in de kantine aan het werk was. En dat strookt weer niet met het tijdstip waarop een getuige zag dat het licht in de woning van Germa uit was, namelijk 2:30. Of het moet zo zijn geweest dat Germa al in bed lag toen Marco plots voor de deur stond. Maar in dat geval is het weer vreemd dat het bed van Germa onbeslapen was. Kortom, aan de verdachtmaking van Marco kleven haken en ogen die hem min of meer ontlasten. En dus worden andere personen verder onder de loep genomen. Zoals oom Arie, die dat weekend verschillende keren langs het huis in de dwarssteeg rijdt. Germa wordt in deze theorie bij thuiskomst verrast door aanwezigheid van haar oom Arie. Hij wist dat ze alleen thuis was. Arie heeft Germa zien opgroeien en zien veranderen in een leuke jonge vrouw. De situatie in het huis aan de dwarssteeg is vervolgens volledig uit de hand gelopen. In de wetenschap dat hij niet gestoord kan worden, heeft hij het lichaam van Germa verborgen en ruim de tijd genomen om het huis schoon te maken. De verdenking van oom Arie is mede gebaseerd op een verklaring in het dossier dat hij belangstelling zou hebben voor jonge meisjes. Hoewel ieder concreet bewijs hiervoor ontbreekt, sluit de recherche niet uit dat hij zijn nicht heeft overvallen met een lastig bezoek. Oom Arie heeft een bijzondere relatie met de familie van den Boom. Hij heeft jaren bij de familie ingewoond en is pas op late leeftijd getrouwd. Zelf heeft hij geen kinderen. Die zaterdagmiddag is Germa nog bij hem langs geweest. Arie stelde toen een paar maal voor om bij de net bevallen zus van Germa langs te gaan. Maar Germa sloeg dit aanbod telkens af. Is dit een indicatie dat ze niet alleen met haar oom op pad wilde? Oom Arie toont zich die zondag ongerust, terwijl daar op dat moment eigenlijk nog geen aanleiding voor is. Hij rijdt die dag een paar keer langs de woning aan de dwarssteeg. Wilde hij hiermee controleren of de verdwijning van Germa wellicht al was ontdekt? Feit is dat hij net als Marco niet beschikt over een waterdicht alibi. Zijn echtgenote bevestigt dat hij rond 2:00 die zaterdagnacht is gaan slapen. Maar de recherche is daarmee niet geheel overtuigd. Het zal immers niet de eerste keer zijn dat een echtgenote liegt om haar man uit de wind te houden. Maar veel meer dan vermoedens heeft de recherche niet. En de vraag is of zijn gedrag nou zo verdacht was. Is het werkelijk zo vanzelfsprekend dat een oom het huis van zijn 19-jarige en dus volwassen nicht binnengaat om haar te controleren als haar ouders een weekendje weg zijn? Oom Arie past weliswaar een daderprofiel, maar ieder stukje bewijs voor zijn betrokkenheid ontbreekt. Niet oom Arie en ook niet haar vriend Marco overvalt Germa die nacht, maar in deze theorie is het Kees. De 25-jarige buurjongen van de twee onder één kapwoning die bij haar naar binnen sluipt. Het motief? Seks. Hij had haar misschien horen thuiskomen en besloten een poging te wagen. Als de situatie vervolgens uit de hand loopt en Germa levenloos op de vloer blijft liggen, roept Kees in dit scenario de hulp van zijn ouders in. Samen verbergen ze het lichaam van Germa en om alle bloedsporen te verwijderen maakt moeder de woning met een sopje schoon. De verdenking van de directe buren komt voort uit het gegeven dat niemand van deze familie deze bewuste nacht ook maar iets heeft gehoord, terwijl doorgaans bijna iedere voetstap wordt opgemerkt. Met name het verhaal van buurjongen Kees zorgt voor een opgetrokken wenkbrauw bij de recherche.
Men acht het niet ondenkbaar dat Kees stiekem een oogje op zijn buurmeisje had. Tegenover de recherche verklaart Kees dat hij vond dat Germa zich de laatste maanden nogal uitdagend kleedde. Als de moeder van Kees wordt gehoord, bevestigt dit het beeld dat er al bestond. Een vrouw die alles hoort en ziet. Ze vertelt over de vreemde scharrelaar die ze eerder die week opmerkte. Maar uitgerekend in de nacht van de verdwijning heeft ze niets gehoord en niets gezien. Opvallend is in ieder geval dat de familie, die al jaren min of meer gebrouilleerd was met de familie van een boom, nogal vijandig reageert op het politieonderzoek. Als men het gezin nader onder de loep neemt, wordt de verdenking er niet minder op. De politie probeert hen uit de tent te lokken met een recherche-technisch foefje. Ze bellen de dan 25-jarige Kees, die op zijn werk zit, op en nodigen hem uit voor een verhoor over de verdwijning van Germa. De buurjongen, overvallen door de actie van de recherche, weigert zijn medewerking en hangt op. Enkele minuten later belt hij verontwaardigd zijn moeder thuis op. Wat hij niet weet is dat de politie op dat moment meeluistert. En zo horen de rechercheurs hoe de buurjongen zijn gal spuugt over de politie. Ook zijn moeder is niet te spreken over medewerking aan het onderzoek. Ze noemt de recherche klerenleiers en maakt vervolgens een vreemde opmerking. Ze vraagt haar zoon of hij vrijuit kan spreken. Kees zegt dat hij nu niet kan praten en dat ze 's avonds op de zaak terug zullen komen. Een nogal merkwaardige reactie als je buurmeisje van 19 spoorloos is verdwenen. In de beleving van de recherche kan dit betekenen dat de familie iets te verbergen heeft. Mogelijk weten ze wel degelijk meer over de verdwijning van Germa. Waarom zouden ze anders medewerking weigeren en zo geheimzinnig doen? De gedragingen van de buren zijn misschien opmerkelijk, maar zijn ze ook verdacht? Want waarom zou de buurvrouw zelf vertellen dat ze altijd alles hoort en ziet en licht slaapt als ze iets met de verdwijning te maken heeft? Dan ligt het veel meer voor de hand om precies het omgekeerde te verklaren. En net als bij de andere hypotheses ontbreekt ook bij deze het doorslaggevende bewijs. Maar de recherche heeft nog een scenario achter de hand. Niet Marco, niet oom Arie en ook niet buurjongen Kees overvallen Germa die nacht. Maar het is Marinus die haar verrast. De buurjongen die haar net heeft thuisgebracht. In de auto hebben de twee met elkaar zitten kletsen. Germa heeft verteld dat ze alleen thuis is en dat best wel spannend vindt. Wellicht broeit er in de auto al iets tussen de twee jongelui en is hiermee de fantasie van Marinus op hol gebracht. Nadat hij zijn auto bij zijn eigen huis heeft geparkeerd, bedenkt hij zich en loopt terug. Als Marinus bij haar in de keuken staat en seksuele toenadering zoekt, loopt de situatie uit de hand. De recherche sluit in deze hypothese niet uit dat Marinus vervolgens de hulp van zijn ouders heeft ingeroepen. Na de eerste schok helpen zij het stoffelijk overschot te verbergen en poetsen het huis schoon in de hoop hun zoon daarmee uit handen van justitie te houden. Anderhalve week na de verdwijning komt de politie onverwacht bij de familie aan de deur voor buurtonderzoek. Bij toeval zien ze dan dat Marinus zijn sportschoenen keurig heeft schoongemaakt. Ook zien ze twee uitgespoelde schoonmaakdoeken met rode vlekken die daar hangen te drogen. Zijn die gebruikt om Germa's woning schoon te maken?
en heeft Marine zijn schoenen schoongemaakt om sporen te wissen. In dat geval ligt het niet erg voor de hand dat de doeken en de sportschoenen dagenlang in het zicht zijn blijven liggen. Als de agenten Marines, die ook thuis is, wat vragen stellen, ontgaat het ze niet dat hij een verwonding heeft aan zijn hand. Zijn hand is tussen de autodeur gekomen, zo verklaart hij. Maar de politie is hier niet zo zeker van. Is de verwonding veroorzaakt tijdens een schermutseling met Germa? Opvallend is ook dat Marines en zijn ouders later tegenover de recherche verschillende verklaringen afleggen over hoe de nacht zich voltrok nadat Marines thuis kwam. Zelf stelt Marines dat hij bij thuiskomst nog even heeft bijgepraat bij zijn ouders op bed. Daarna heeft hij in zijn eentje in de huiskamer nog een colaatje gedronken en is vervolgens ook naar bed gegaan. Zijn ouders verklaren echter beide wat anders. Toen Marines thuis kwam, lagen ze inderdaad al in bed. Maar ze zijn even opgestaan toen Marines binnenkwam en hebben samen in de huiskamer nog wat gedronken en gepraat, aldus de ouders. In de meeste moordzaken is degene die het slachtoffer als laatste heeft gezien de dader. Niet zo vreemd dus dat de recherche Rinus verdacht vindt. Maar ondanks de twijfels die de politie heeft, bevestigen zijn ouders zijn thuiskomst en bewijst dat Rinus die nacht naar Germa is teruggeslopen, dat is er niet. Maar er is nog een lid van de familie die in de ogen van de recherche de verdenking op zich laat. De vader van Rinus, die volgens Rinus in bed lag te slapen, maar naar eigen zeggen is opgestaan toen zijn zoon thuis kwam. Nadat zijn zoon is thuisgekomen en verteld heeft dat hij Germa heeft thuisgebracht, gaat vader stilletjes nog een blokje om. Hij ziet bij Germa licht branden en in de wetenschap dat zijn buurmeisje hem niet kan zien, maar hij haar wel, observeert hij haar als ze in de keuken nog wat te drinken inschenkt. Het hele schouwspel wint hem zo op dat hij uiteindelijk de keuken binnenstapt in de hoop op seks. Vervolgens ontstaat een worsteling met fatale afloop. Misschien biecht hij zijn daad in paniek op aan zijn vrouw en zoon, zo redeneert de recherche. Vervolgens worden alle sporen gewist en wordt het lichaam van Germa naar het eigen erf gebracht. Uit politieonderzoek komt naar voren dat deze buurman een reputatie genoot als liefhebber van vrouwelijk schoon. Opmerkelijk is dat zowel vader als zoon niet alleen in de dagen kort na de verdwijning, maar ook in de jaren die volgen, altijd blijven volhouden dat zij geloven dat Germa uit zichzelf is weggelopen en er helemaal geen sprake is van een misdrijf. Terwijl alles toch wijst op een heel ander scenario. Zij zijn ongeveer de enige in Nederland die belijden dat Germa vrijwillig is vertrokken. Maar hoe verdacht dan ook, bewijs voor enige betrokkenheid blijft uit. Toch is het uitgerekend deze familie die in het weekend van de verdwijning nog een aparte rol speelt. Als op zondagavond de verontruste vader van Germa belt met de vraag of de buren wellicht iets hebben gezien of gehoord. Tegenover de politie verklaart de buurman dat hij door het telefoontje van de familie van den Boom zo ongerust is dat hij die maandagochtend in alle vroegte even polshoogte neemt bij de woning. De buren van de twee onder één kapwoning, die zoals gewoonlijk niets ontgaan, zien hem rond het huis lopen en naar binnen kijken. Een uur later staat hij weer bij het huis en gaat door het benedenraam de woning binnen. De ouders van den Boom hebben hem gebeld en hem gevraagd binnen te kijken of hij een spoor van Germa kan ontdekken. Op het eerste gezicht ziet hij niets bijzonders, zo vertelt hij later de politie. Wel merkt hij een detail op dat de recherche later nog behoorlijke hoofdbrekens bezorgt. In de gootsteen staat wat zeepsop, alsof iemand nog niet zo lang geleden heeft afgewassen.
Van Germa zelf ontbreekt ieder spoor. Het bed is onbeslapen. Met name het zeepsop in de gootsteen dat volgens de buurman om 7:30 's morgens werd aangetroffen, is een heel interessant gegeven. Want dat zou erop kunnen wijzen dat er kort voordat de buurman de woning binnenging nog is schoongemaakt door iemand. En waarom is dat van belang? Dat is van belang omdat de politie en justitie er altijd vanuit zijn gegaan dat Germa in de nacht van zaterdag op zondag iets is overkomen. En dat ze toen uit de woning is verdwenen. Dus als dan op maandagochtend dat zeepsop in de gootsteen zit, dan duidt dat erop dat iemand enkele uren daarvoor nog in de woning is geweest om schoon te maken. De vraag die rijst is nu, hoe lang blijft zeepsop eigenlijk in de gootsteen staan? Is dat 12 uur, is dat 8 uur of is dat misschien veel minder? Nou, we gaan de proef eens op de som nemen. Even wat zeepsop erin. Water erbij en dan gaan we dat in de gootsteen gooien. Zo. We gieten een tijl met een flinke scheut afwasmiddel leeg en plaatsen er een klokje bij om de tijd in de gaten te houden. Vrijwel direct begint het schuim langzaam te verdwijnen. En precies 1 uur en 15 minuten later is er van het sop niets meer over. Er zit dus verrassend weinig tijd tussen het schoonmaken en het moment waarop alle zeepsop uit de gootsteen is verdwenen. Dat kan twee dingen betekenen. 1. De buurman liegt. Hij verzint het dat er zeepsop in de gootsteen zat. Misschien wel in een poging om de politie te misleiden en de indruk te wekken dat Germa die ochtend zelf nog heeft afgewassen. 2. Hij spreekt de waarheid. Er zat wel zeepsop in de gootsteen en dat is dan heel interessant, want dat betekent dat kort voordat hij de woning binnenkwam om 7:30 's morgens iemand een uurtje daarvoor nog heeft schoongemaakt. En de vraag is dan, wie was dat? De politie sluit niet uit dat de dader pas later is teruggekomen om sporen te wissen. Dat wijst er ook weer op dat de dader een bekende was. Iemand die kennelijk wist dat er niemand thuis was en die ook in de positie was om de woning ongezien te benaderen en binnen te komen. Iemand van buiten het dorp zou nooit het risico nemen om helemaal terug te gaan om schoon te maken. Maar voor de verschillende hypotheses van de politie wordt uiteindelijk nooit het noodzakelijke bewijs gevonden. Het blijft daarom bij vermoedens. Langzaam verdwijnt de zaak van Germa, die in het Brabantse dorp zo'n impact heeft gehad, naar de achtergrond en herinnert alleen de opsporingsposter nog aan de vermissing. Maar Germa's familie worstelt tot op de dag van vandaag met de vraag wat er met haar is gebeurd. Je hebt zoveel bedacht wat er gebeurd zou kunnen zijn, maar je komt er niet uit. Omdat je niks hebt om je eigen vast te houden. Je kan mensen verdenken, je kan scenario's bedenken, maar ik zou het niet weten. Toch heerst bij de familie het vermoeden dat de oplossing in de zaak dicht bij huis gezocht moet worden. Ik heb niet het idee dat het van ver weg komt. Dat idee heb ik ook niet. Er moet gewoon meer in de buurt gebeurd zijn, gehoord zijn, gezien zijn. Germa is meegenomen. Nou, ga maar eens met een meid van 80 kilo op je nek ergens naartoe. Ze kan toch niet ver weg zijn? Zonder dat er in ieder geval iets opgemerkt is. Ook in het leven van Germa's toenmalige vriendje Marco speelt de verdwijning vandaag de dag nog steeds een belangrijke en beladen rol. De gedachte was dat jij misschien 's nachts na je werk nog naar Germa was toegereden in de wetenschap dat zij alleen thuis was om misschien een keertje ongestoord met haar samen te kunnen zijn. Ik werkte tot diep in de nacht daar in dat... Die campingkantine met opruimen erbij was het vaak 3 uur, 4 uur dat we klaar waren. Het was 1,5 uur rijden. Belachelijke verdenking eigenlijk. Ja. Het gegeven dat hij in de ogen van de politie destijds verdacht was, zit Marco nog steeds hoog.
Hoe werd er na de verdwijning van Germa op jou gereageerd in je omgeving? Ja, in het begin vond iedereen het heel vervelend voor me. En natuurlijk heel nieuwsgierig, heb je al wat gehoord? Want ja, als iemand wat had gehoord, dan zou ik dat ook wel horen. En het hield de hele streek hield het heel erg bezig. Maar van lieverlee werd ik min of meer gemeden. Want in die verhoren en gesprekken met de politie werd er ook elke keer gevraagd, en was er niet iets verdachts en zo. En als ik maar een naam noemde of een persoon beschreef of wat dan ook, dan werd hij meteen aan de tand gevoeld van, oh, dat kon wel eens een verdachte zijn. En ja, ik was iemand waar je maar beter niet bij in de buurt kon komen, want dan had je kans dat de politie opeens voor je deur zou staan. Marco heeft zijn vriendinnetje Germa nooit kunnen vergeten. In hoeverre heeft de verdwijning van Germa jouw leven beïnvloed? Wat heeft het met je gedaan? Het heeft in die periode mijn leven echt beheerst. En het heeft tot heden ten dagen nog steeds invloed op mij. Er gaan mensen die mij kennen, ook al is het jaren en jaren daarna, mensen die me aan mijn hart gaan, die weten ook dat er een Germa was of is. Dat houdt me nog steeds soms 's nachts wakker. Het emotioneert je nog steeds, hè? Ja. Ja, als mij één ding is duidelijk geworden tijdens ons onderzoek, is het wel dat de verdwijning van Germa bij al haar familie, vrienden en schoolgenootjes diepe sporen heeft achtergelaten. Ook na 23 jaar kunnen de meesten niet zonder zichtbare emoties over de zaak praten. Het mysterie over Germa's lot knaagt, houdt wakker en beheerst menig leven. Na de reclame ga ik langs bij een aantal betrokkenen die op het lijstje van de recherche stonden. En dan blijkt trouwens dat er ook betrokkenen zijn die het wel hebben afgesloten. Eind 2000 is Germa ruim 16 jaar verdwenen. Het landelijk team Kindermoorden, het LTK, wordt dan opgericht. En specialistische rechercheurs nemen dan verschillende onopgeloste kindermoorden nog eens onder de loep. Het LTK stort zich ook op de verdwijning van Germa en komt met een aantal nieuwe inzichten over de zaak. Ze stuiten in het dossier ook op een mogelijke verdachte die al die jaren wat onderbelicht is gebleven. Het verhaal over deze nieuwe verdachte is afkomstig van een caféhoudster in Woudrichem. Zij legt bij de politie een verklaring af over een vaste klant die volgens haar in de nacht van de verdwijning plots het café binnenkwam. Het gaat om ene Gijs W., een man met een reputatie van rokkenjager. Volgens de vrouw zat zijn gezicht onder het bloed en waren zijn kleren gescheurd. Toen ze hierover vragen stelde, antwoordde hij kort en ontwijkend dat hij betrokken was geweest bij een vechtpartij. Gijs W. is geen onbekende van de caféhoudster. Sterker nog, ze is goed bevriend met zijn vriendin. En als ze een dag later toevallig op de koffie is, ziet zij naar eigen zeggen hoe Gijs de kleren die hij die nacht in het café aanhad verbrandt. De link naar de verdwijning komt in haar op als de caféhoudster zich herinnert dat Gijs eens een toespeling maakte naar Germa. Hij zou Germa hebben gekend omdat hij samen met zijn vrouw een pension heeft in het toeristische Woudrichem. Germa, die dan bij het VVV-kantoor werkt, stuurde daar zo nu en dan klanten naartoe.
De caféhoudster herinnert zich dat Gijs ooit heeft opgemerkt dat hij Germa wel een leuke, mooie meid vond. De naam van Gijs W. komt al kort na de verdwijning in het dossier voor. Een echtpaar uit Zeeland heeft destijds telefonisch contact met de politie gezocht met het verhaal dat zij in Woudrichem hebben gelogeerd bij een man die uiterst agressief op hen overkwam en die mogelijk met de verdwijning te maken kon hebben. Destijds is naar deze verdachte weinig onderzoek gedaan, maar nu wordt deze Gijs W. door het LTK aangemerkt als mogelijke verdachte. Toch is er ook twijfel, met name over de betrouwbaarheid van het verhaal. De caféhoudster herinnert zich aanvankelijk dat het voorval in het café plaatsvond in de maand van de verdwijning, juli 1984. Als ze later nog eens gehoord wordt, meent ze ineens zeker te weten dat het precies dat weekend van de verdwijning is, namelijk 29 juli. Ze koppelt dit aan een verkeersincident dat op die dag plaatsvond. Als de politie dit checkt, blijkt het te gaan om een totaal andere datum. Een DNA-vergelijking zou uitsluitsel kunnen geven. Er is slechts één probleem. Gijs W. is enkele jaren eerder overleden. Tactisch komt men niet echt verder met de zaak, maar op technisch gebied liggen er nog mogelijkheden. Enkele sporen uit de zaak zijn bewaard gebleven. Het bloed op de kokosmat, op de deur en op de keukenstoelen zijn met de tijd verloren gegaan. Maar er zijn nog enkele belangrijke sporen opgeslagen waarmee met de huidige technieken nader specialistisch onderzoek kan worden gedaan. En als bij het LTK in 2001 Gijs W. uiteindelijk als verdachte komt bovendrijven, doet men er alles aan om de zaak DNA-technisch rond te krijgen. Omdat hij inmiddels is overleden, worden zijn kinderen benaderd om vrijwillig DNA af te staan. Het is een traject dat maanden in beslag neemt, met een voor de recherche uiteindelijk teleurstellende uitkomst. Het DNA komt niet overeen. En zo breekt het moment aan dat het nieuwe rechercheteam een laatste troef uitspeelt. Een kaart die tot dan toe niet bekend was. Het team dat de zaak met frisse blik heeft onderzocht is gestuit op een mysterieuze vondst. In de portemonnee van Germa heeft men een fotootje aangetroffen. Een onduidelijk plaatje van een onbekende man van middelbare leeftijd. Het is een groot raadsel wie de man op de foto is en waarom Germa hem bewaarde. Kennelijk had hij een speciale betekenis voor haar. De man is niet bekend bij Germa's familie of vrienden. Is het een klant in het winkeltje of een geheime minnaar? En waarom bewaarde Germa de foto tussen haar persoonlijke spullen? In de hoop dat publicatie van de foto leidt tot een oplossing, komt men met het plaatje naar buiten. Maar ondanks de tips die binnenkomen, leidt het tot niets. De onbekende man blijft een mysterie. Verschillende betrokkenen zijn inmiddels overleden. Heeft de moordenaar van Germa zijn geheim meegenomen in zijn graf of leeft hij nog? Voor de nabestaanden is vandaag de dag nog maar één ding van belang. Antwoord op de vraag waar Germa is begraven. We willen gewoon Germa terug. Dat we weten waar ze is. Dat we ze een plekje kunnen geven, weet je wel. Rust. Gewoon dat we ze, nou ja, kunnen begraven. Dat we weten van we hoeven niet meer te zoeken. Dat we dingen misschien kunnen gaan afronden. En zeker, zeker voor mijn ouders. Die verdienen echt die rust, denk ik. Als iemand overlijdt, dan heb je herinneringen daaraan. Dierbare herinneringen, die wil je vasthouden. Maar herinneringen aan Germa, die doen alleen maar pijn. Want hoe dierbaar ze ook zijn, ze doen pijn. En iets wat pijn doet, wil je vergeten. Maar dat kan toch niet? Je kan toch niet iemand die je dierbaar is geweest vergeten? Dat kan niet. En dan, misschien dat je dan, als je weet wat er gebeurd is, of als je weet waar ze is, als je weet wat er, dan kun je de dierbare herinneringen scheiden van datgene wat er niet meer is. En daar kun je denk ik wel mee omgaan. Maar hier kun je niet mee omgaan. Ik niet tenminste. Wordt het geheim van Nieuwendijk ooit ontrafeld?
Peter zoekt de nog levende betrokkenen in de zaak op. Wat weten zij nog over het dramatische weekend in 1984? Buurjongen Kees van de 2-onder-1 kapwoning is inmiddels verhuisd. Goedemiddag mevrouw. Hallo. Mijn naam is Peter de Vries. Ja, hallo. Wij komen voor Kees. Die is niet thuis. Oh. Nee, die is nog op zijn werk. Oh, hoe laat komt hij? Normaal gesproken. Dat durf ik niet te zeggen, dat is heel verschillend. Nou ja, goed. Dan proberen we een andere keer. Dank u wel. Dag. Maar als we vervolgens langsgaan bij zijn ouders, die nog steeds in de Dwarssteeg wonen, treffen we daar bij toeval toch zo'n Kees. Die was dus helemaal niet op zijn werk, zoals ons werd voorgehouden. We wilden u graag ook even spreken, is dat mogelijk? Daar ligt er al wat over. Over de zaak van Germa, dat kan u toch wel raden, of ja, niet? Ja, dat vermoeden had ik al. Ja. Maar ik zal heel eerlijk zijn, dat is nou 23 jaar geleden. 23 jaar. U zei het er voor ons, is het een boek, dat is nu gesloten. Waarom? Waarom? Dat is afgedaan. Maar waarom? Het is helemaal niet afgedaan. Zij is toch nog steeds spoorloos? Dat ben ik helemaal met u eens. Maar wij hebben in het verleden al zoveel verdriet erover gehad. En zoveel keer lastig gevallen. Dat daar bemoeien we ons eigen 0,0 mee. Er blijkt dus weinig veranderd. De familie die destijds ook al niet van harte meewerkte aan het onderzoek wil ook nu niets kwijt over de zaak. Nee, maar mijn tijd is te kostbaar daarvoor. Ik ben staat hier gewoon ramen te lappen. Ik ben toevallig van mijn werk vroeg thuis. Ik maak even de dakgoten schoon omdat het regen kan worden en omdat er vuiling geworden is. Je wilt toch niet beweren dat dat belangrijker is dan de verdwijning van een meisje? Laat ik zo zeggen, mijn vader en moeder, nog ik en mijn gezin willen daar niet meer mee lastiggevallen worden. Maar wat raar dat u zegt lastiggevallen worden. Nee. Het gaat om een meisje wat is, dat in de bloei van haar leven zomaar verdwijnt en vermoord is. En dan spreekt u over lastiggevallen. Kees wil ons verder niet te woord staan. We proberen toch nog even bij zijn ouders. Wellicht hebben die nog informatie die van belang kan zijn. Wij zouden u graag even willen spreken nog over de zaak van Germa. Ach, dat doe ik niet meer. Nee, daar heb ik net ook al gezegd. Waarom niet? Dat we dat niet meer doen. Ik doe het niet meer. Wij hebben zoveel ellende gehad. Nee. Ik begrijp dat niet. Legt u mij dat eens uit? Nee. Wij willen een poging doen om de zaak alsnog op te lossen. En dan doen notabene de buren die weigeren om maar iets te zeggen. Ja, omdat iedereen hier bang is. Maar waar bent u dan bang voor? Legt u me dat eens uit? Nou, dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet, dan verzwijgt u iets. Kijk, dat is nou de reden waarom wij met u willen praten. Omdat wij het gevoel hebben dat u iets verzwijgt. Wij hebben niets te verzwijgen. Jawel, dat zegt ze zelf. Ze zegt ik ben bang en ik zeg niet waarom. De familie blijft een gesloten boek. Moeder en zoon wensen ons verder niet te woord te staan. Ze hebben naar eigen zeggen belangrijkere zaken te doen. We gaan op weg naar buurjongen Marines, die Germa destijds 's nachts thuis heeft afgezet. Wellicht is die spraakzamer over de zaak. Goedemiddag. Peter de Vries van SBS6. Marines is verrast door ons plotselinge bezoek, maar nodigt ons wel binnenuit. De verdwijning staat hem nog helder voor de geest. Op dat moment is hier al stort je wereld al een beetje in. En dan zei de baan, je hebt het laatste gezien. Hmm. Ja, dan volgens gebeurt dan na anderhalf week niks. Tot dan een keer de politie op de stoep stond. Ja. Dus, dan begint heel veel om te spelen natuurlijk. Ja. Wat voor indruk maakte Germa die nacht op jou toen ze met je meereed? Die was gewoon heel relaxed. Dus ik vertelde toen de zus, die had die avond een baby gekregen. Ja. En nadat jij je hebt afgezet, ben je naar huis gegaan en jij bent niet meer teruggelopen ergens voor je? Nee, ik heb met mijn ouders gaan praten, ik heb nog even wat gedronken. En toen ben ik in bed ingedaan. Zou er een mogelijkheid bestaan dat toen jij thuis kwam die nacht,
en je even met je ouders hebt staan praten. Dat jouw vader, nadat jij naar bed bent gegaan, zelf is opgestaan en naar buiten is gegaan. Ik heb daarna ook geslapen, ik merk ook niet uit. Maar is dat iets wat wel eens in je gedachten heeft gespeeld, dat dat zo zou kunnen zijn? Of is dit nu de eerste keer dat dit geopperd wordt? Dat is niet de eerste keer. Ja, ik ben niet aan het doen, ik bedoel, Nou, ik schiet op mijn muik binnen. Dat doet me pijn als ik door zo'n soort dingen, want het is mijn vader. Dus, dat is niet leuk. Nee, niet leuk, maar sluit je het uit? Heb je zoiets van dat je zegt, ja, dat is belachelijk. Dat nou, kijk, als ik mijn vader ken, dan zeg ik het belachelijk. Dat ik mannen voor een vuur te steken. Ja goed, ik ben wel negatief. Maar als het zo zou zijn, dan zou ik mij heel erg tegenvallen. Er is ook niet iets geweest op het sterfbed van je vader? Dat hij opmerkingen heeft gemaakt of dingen heeft gezegd? Of die misschien een dubbele betekenis hadden of wat dan ook? Of... Nee, ik ben ook degene die het laatste bij mijn vader is geweest, voor ik jou beleden. Maar hij heeft er niets van. Nogmaals, als dat zo zou zijn, dan zou het voor mij heel erg tegenvallen. Ik zou wel erg teleurgesteld zijn. Komt er ooit helderheid in de zaak? Het is een vraag die alle betrokkenen nog bijna dagelijks bezighoudt. Als er iemand is die iets weet, maar altijd heeft gezwegen, dan is het nu de hoogste tijd om te praten. Iedereen kan wel eens iets stoms doen, hoe erg ook. Een vlaag van verstandsverwijzing, weet ik hoe ze dat noemen. Maar 23 jaar lang, degene die daar dan bij betrokken zijn of mee te maken hebben, 23 jaar lang daarmee achterna, mee blijven lastigvallen door je mond te houden. Dat kan niet. Gewoon, ja, helemaal niet gewoon. Dit moet gewoon ophouden. Dit moet gewoon een plekje krijgen. Dit moet inderdaad ophouden. Liefst nu. Dit mysterie kan worden opgelost en moet worden opgelost. Wie brengt Germa thuis bij haar ouders? Wie zet de recherche weer aan het werk? Als u iets weet over de verdwijning van Germa, of bijvoorbeeld over dit mysterieuze fotootje dat in haar bezitting is aangetroffen, kunt u de recherche nu direct bellen op het volgende telefoonnummer. 076 54 37 460. Ik herhaal nog een keer. 076 54 37 460. Blijf het proberen als de lijnen bezet zijn. U kunt alles over deze zaak van Germa ook nog eens rustig nalezen op de schitterende website www.politieonderzoeken.nl. En als u om welke reden dan ook liever contact met ons opneemt, dan kan dat ook. U kunt ons benaderen via onze website www.peterrdevries.nl. En u weet het, u heeft nooit een alibi om te zwijgen als u iets weet. Dit was het voor vanavond. Volgende week kunt u weer op mij rekenen en reken ik op u. Zelfde plaats, zelfde tijd om 9:30. Tot dan. En juist ja. Hou je hoofd koel met alles wat je doet. Hou je hoofd koel, joh, en dat doet je goed. Hou je hoofd koel, ook al heb je stress. Sluit je op in jezelf en fuck de rest. Hou je hoofd koel met alles wat je doet. Hou je hoofd koel, joh, en dat doet je goed. Hou je hoofd koel, ook al heb je stress. Sluit je op in jezelf en fuck de rest.